Een ontzettende goede zondagmorgen deze morgen. Welkom bij De Stofjes. Ja, was weer lekker. Nou, omdat dat we vandaag vrij waren, ben ik een uurtje later ongeveer. Boah, dan kun je te merken aan drukte in het bos. Mensen met honden. Normaal gesproken ben ik rond 8:30 ongeveer in het bos. Ja, dan zijn er niet zoveel mensen die dan actief zijn. Met uitzondering van de loopgroep Graven. Die wel, natuurlijk een enkeling die wel vroeg op is, maar doorgaans valt dat best wel mee. En nou ben je dus ongeveer een uur later. En dan is het meteen een stukje drukker. Maar goed, dat geeft niet. Dat is niet erg. Ik ben er in ieder geval weer geweest. Dat is voornamelijk. Voornamelijk het voornaamste. Dat is het voornaamste. Nou, dat was wel lekker zeg. Cool. Het ging niet zo makkelijk als 2 weken terug. 2 weken terug was echt gewoon top. En aan de tijd was het ook wel goed te zien. Het was gemiddeld 6 minuten 5. Waarvan er zeg maar 2 rondjes onder de 6 minuten waren gelopen. En nou zat ik geloof ik op 6 minuten 14. Dat is nog niet zo heel erg slecht. Dacht ik zelf. Dus ja. Dat was het. Nou, ook weer even naar de fitness. Gaan we eventjes een uurtje fitnessen. Want ja, we moeten toch een beetje proberen in shape te blijven. Zoals ze dat mooi noemen. Ik ben nog steeds een klein beetje bezig met mijn gewicht. Dan moet ik toch een beetje naar beneden. Want ja, ik vind, ik vind dat net niet. Want, een kilo of 4 of 5 ben ik toch weer kwijt. Maar goed, betere dagen komen eraan. Langer licht. Op een of andere manier werkt het wel op je verbrandingsmotor. In de winter gaat het natuurlijk iets minder snel allemaal, staat er minder snel op. Ondanks dat je wel aan het werk bent en met sporten bezig bent. Het gaat toch even net lichamelijk net even wat anders. Dus laat me komen die zon. En dan ga je toch met een ander gevoel richting de zomer ook weer. Daar is toch ook een beetje waar het, ik wil niet helemaal zeggen waar het op te doen is, maar dan wil je over het algemeen toch wel een beetje goed voor de dag komen. En het is ook gewoon voor jezelf is het gewoon veel beter. Ik bedoel, mijn leeftijd gaat natuurlijk ook meespelen. Daar is het niet aan te ontkomen. En dat is ook niet te ontkennen dat het zo is. Nou, daar moet je er misschien juist wel wat extra dingen voor gaan doen om dat een beetje in conditie te houden. Het is niet anders. Ik ben blij dat ik het kan doen. Er zijn natuurlijk ook mensen die dit niet eens kunnen. Die lichamelijk het zo zwaar hebben. Al op de leeftijd zeg maar na de 55. Ja, die dat heel graag zouden willen. Dit wat ik doe. Zondagmorgen gaan hardlopen, met sport en voetballen nog bezig zijn, werk, redelijk fysiek werk nog, dat ik dat nog kan. Ik merk in sommige gevallen wel dat het voor mij af en toe ook wel eens wat lastig is. Afhankelijk van hoe dat het, hoe moet ik dat nou zeggen? Om niet meteen te zeggen dat het gewoon te zwaar wordt. Het is niet te zwaar, maar soms heb ik gewoon, er gebeuren gewoon dingen met mijn handen die niet in mijn jeugd vol zijn. Dat zit gewoon in de familie, daar kan ik niks aan doen. Dat is alweer een erfenisje. Maar ik heb er wel soms moeite mee. Dat ik dan dingen moet pakken wat gewoon niet gaat. En je moet het dan toch doen, maar je moet toch je werk doen. Dus, dan moet je andere oplossingen gaan zoeken. Maar goed, ook dat komt wel weer goed. Dus we gaan gewoon vrolijk verder. Maar dan is dit een normaal kleinigheidje wat sommige mensen hebben op mijn leeftijd. Dan is dit maar een kleinigheidje. Nogmaals, ik ben blij dat ik dit kan doen.
in mijn leeftijd dat ik nog voor mijn doen vind ik dat ik relatief fit ben. Af en toe wil ik nog wel eens fitter zijn, of dan wil ik wel eens het gevoel hebben dat ik fitter zou moeten zijn. Maar dan denk ik gewoon van, ja weet je, je bent tenslotte toch al 57. Dus dan gaat het allemaal niet meer zo makkelijk als vroeger. Dus nou ja. Goed, ik ben weer aangekomen bij de fitness. Dus eventjes mijn auto even parkeren. Nou, hier is nog een plaatje vrij. Als de mensen even doorlopen, dan kan ik hem in zijn achteruit zetten. Lekker. Zo. 1, 2. Hoppakee. Nou, dan ga ik bij deze ook meteen deze zondagmorgen praat vlog afsluiten. En dan ga ik eens eventjes lekker zweten hier achter in het zweethok. Dus ik zeg nou tot de volgende keer. Normaal is vandaag geen voetballen. Van de week bekerwedstrijd gehad, ook weer door. Dus we mogen weer een ronde verder. En dan gaan we zondag een soort met finale spelen vanwege de periodetitel. Hals eruit. Even afwachten. Maar dat komt goed. Dus ik zeg nogmaals tot de volgende keer. Even nog een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan zie ik jullie volgende week weer terug. En dan ga ik even afsluiten met wel een korte tjoe.